Hey, hallo allemaal. Welkom bij deze Drew Spelavond van Cubblast HD of Cubblast HD. Ik heb geen idee hoe het om uitspreken. Dit is gemaakt door ThinkFast Games, heb ik maar over gezegd. Versie 1.3.776. We jumpen er eigenlijk gewoon gelijk in. We gaan een single player. We gaan het gewoon makkelijk beginnen. Oh, je moet op enter drukken. Oké. Ik heb actueel de eerste paar levels al een keertje getest. Het is niet al te moeilijk. Het is gewoon spatie en welke knoppen zijn het? A en D of je dingen naar links en naar rechts. Het is best wel simpel. Nou, het zijn eigenlijk best wel grappige dingetjes. Je hebt flashpoints die je kan oppakken. Waarom die trouwens die zwarte omranding geeft, ik heb geen idee. Ik moet er even uitzoeken hoe en wat. Hooray! Volgende level gehaald. Ik weet niet meer, ik weet dat ik uiteindelijk ergens vast kwam te zitten. Oh shit. Uiteindelijk kom ik ergens vast te zitten en ik weet totaal niet meer hoe ik daar moet komen. Oh, 38ste in de world rank. Nice. Nou, voornamelijk een beetje door de echt de hele simpele levels heen voor nu. Oh, wacht. Lol. Ik vind het leuk dat je echt die dingen gewoon kan oppakken. Ik zal altijd proberen om die te blijven doen. Oh, deze was lastig. Daarom dus. Eerst wat ik doe is er gewoon overheen springen. Ik kom steeds dichter in de buurt. We hebben nu de helft van levels gehad van het eerste gedeelte. Oh god. Dat had moeten gebeuren. Ik wil natuurlijk wel dat dingetje hebben. Oeh. Ja. Easy. Voor nu is het easy. Voor nu. Later wordt het ineens een heel stuk moeilijker. Er zijn 3 nodig. Dan is het nodig. Niet echt, maar ik vind het leuk om ze te hebben. Nope, oké. Dat was de andere level waar ik aan dacht. Out of bounds. Nee, ik wilde weer te ver. Zoals gewoonlijk. Ik was niet echt. Het is een beetje net zoals al andere spellen die ik speel. Ik ben er niet echt goed in. Maar ik vind het leuk om het te spelen. Oh, 3 flashpoints. Of blastpoints bedoel ik. Ik weet niet eens wat dat dan ook is. Oeh.
Ik heb ding unlocked. Oké, okay, dat moeten we nog een keer gebruiken. Perfect. Ik zou waarschijnlijk doorgaan tot het punt waar ik niet verder kwam. Gewoon omdat dat eigenlijk toch fair is ook. Oké, okay, dat was niet daar. Eerst ook doe is er overheen springen. We moeten dus ook naar links via deze. Oh god. Ik weet niet eens waar die vier die er zit. Het daar eens over hebben. Ik heb het nog steeds niet. Waarom? Oh god. Ik ga gewoon het level completen. Met de twee die ik kan krijgen. Met de twee waarvan ik weet dat ik ze kan krijgen. Hel, ik kan zelfs nu al het level completen. Hebbes. Dit is het level waar je dus naar rechts moest. Wat ik actueel kan doen is terug naar het hoofdmenu gaan. Aha. Ja, kijk, okay, ik zie wat de laatste zit. Dat vind ik het allerhandigste. Gewoon het feit dat je op de map ook kan zien waar ze zitten. Het is alleen een beetje het feit dat je er ook echt terecht moet kunnen komen. En ik weet wel, je kan er gewoon terecht komen. Zoals ik net dus ook deed. En dat zijn ze alle vier. Of het gaat door tot waar ik... Oké, die had ik al gedaan. Wel, nou heb ik... Even de map kijken. Het zou er moeten zijn. Thank you.
Perfect. Oh nee, ik moest voor de andere toch nog even iets door. Oké. Oh wel. Ja, dat moet. Ik deed hem goed net. Dus wel hoe het werkt. There you go, alle vier. Ga gelijk door. Oh wow. Nou weet ik wel dat je daar omhoog kan. Oh nee, ik weet het weer. Ik heb dat level nog gedaan, ook origineel. Let ik, ik hoor dit level nog te weten, want dit is niet een van de verste levels. There you go. Ik heb nog 2 minuten ongeveer. Oké, ik heb geen idee wat die laatste zet. Dus ga ik heel snel even controleren. Oké, zit bij die spikes daar met... Oké. Kijk, ik moet dus niet zo ver doorgaan. Oké, dat was te ver. Dat niet. Dat was gewoon mijn beweging die fout ging. Oh wacht, ik moet er niet overheen springen. Wauw. Ik moet ook niet vanaf de verkeerde kant raken. There you go. Volgende half gehaald. Ik zit in mijn laatste minuut. Ik zal nog even kijken wat de volgende is. Oké, dat was bullshit. Maar ik heb het wel gedaan. In ieder geval... Ik zit nu op de tijd. Er staan nog een laatste chisselbos onder de beschrijving. Dit spel is geweldig. Probeer het zeker weten een keertje. Het is te koop op Steam. Een beetje zoals
eigenlijk alles wat ik doe. Het is of op Steam of op Origin of op Uplay. Dit is toevallig Steam. Zoals het meeste wat ik speel. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het meeste wat ik speel is allemaal via Steam. Dan heb je sommige die staan op Uplay, sommige op Origin. En dan heb je natuurlijk nog qua MMO's natuurlijk de losse launchers. In ieder geval, ik ga het heel erg simpel maken en dat is tot de volgende keer.